Welkom allen, welkom bij Lingewaard Fit, het sportconcept voor thuis. Dit concept is ontstaan vanuit een samenwerking met de SWL, dus de Stichting Welzijn Lingewaard, en Fysiotherapie van de Ploeg. Mijn naam is Jesse Smit, ik ben ook werkzaam bij Fysiotherapie van de Ploeg en ik verzorg voor u voor de oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld voor thuis, voor in de tuin, voor in de woonkamer, waar u zelf maar wil. En zijn gericht op de krachttraining. Zometeen de squat oefening, waarbij we ook de schouders aan het werk gaan zetten. Pak een gewichtje vast, of doe dat niet. Het is allebei goed. Maar als u de oefening wilt verzwaren, kunt u dus een gewichtje pakken. In de zin van een flesje water, waar we het net over hebben gehad. Of een pak suiker, wat u zowel thuis heeft liggen in de kast. Goed. Ellebogen zijn in eerste instantie onder de gewichten geplaatst. En we gaan de squatbeweging als eerste maken. Dus u mag straks de beweging maken alsof u op een stoel gaat zitten. Ja, billen naar beneden. En als we omhoog komen, strekken we de armen uit. Heel goed. Dus zak door de knieën. En op. Eén keertje vanuit zijaanzicht. Voeten heupbreedte. Rustig door de knieën. En op. Ja. Als u het nog niet helemaal heeft, geef niet. Probeer dan de beweging wat kleiner te maken. Als u denkt, hier voel ik me comfortabel bij, gaat hij wat dieper. Oké. Eerste setje. Ellebogen onder de gewichtjes. Voeten heupbreedte. 12 stuks. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, probeer de knieën weer mooi naar buiten te laten wijzen, 8, 9, 11, 12, oké, even rust, dus voor de bovenbenen en met name voelt u ook die schouders, hè? Dat is een gecombineerde oefening. Hartstikke goed. Oké. Maakt u zich weer klaar. Even rustig, mag dat, hè? Ik ga weer verder. Oké, daar komt hij. Ellebogen onder de gewichtjes. Voeten, heupbreedte. En de knieën mooi in de lijn van de voet. Ja. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, op, havel, 11, 12. Tweede setje gehad. Heel goed. Kom even op adem. Neem even een slokje water als je wil. Dan gaan we zo meteen weer verder met de derde ronde. De derde ronde ga ik vanuit zijaanzicht doen. Dat ik nog een keertje kan kijken dat de knieën weer niet voorbij de tenen komen. Dus niet deze beweging, maar daar. Ja. Overdreven. Goed. Komt-ie weer. 12 stuks. 1. 2, 3, 4, 7, 8, 9, op, hou vol, 10, 11, 12. Keurig. Een zware oefening. Dus als u nog steeds bij bent, hartstikke goed. Zit u eventjes als rust, helemaal niet erg. Pakt u het volgende setje gewoon weer op. Oké. Nou, even rust. Probeer niet helemaal stil te gaan staan. En dan gaan we weer. Ellebogen onder de gewichtjes. Komt-ie weer. 1. Oh, als je een keertje uitschiet, niet erg. Gebeurt mij ook. 2.
Laatste. 12. Goed. Leg de gewichtjes even neer. Schud even de handen uit. De lunchoefening. En nee, niet de lunch vanuit het eten. Dat mag u straks na de training doen. Maar de lunchoefening is gericht weer op de benen. De billen en de lage rug met name. U mag zo meteen uw rechterbeen vooruit zetten. Probeer dat er wat afstand is tussen beide benen. Eventueel kunt u een stoel vasthouden of een tafelpoot. Als u zich wat onzeker voelt. Wat we straks gaan doen. We gaan langzaam naar beneden zakken. En weer omhoog. Ja, dus deze oefening is wat lastiger. Dus kijk in eerste instantie of u laag door de benen kan zakken. Gaat dit goed? Dan gaat u wat verder naar beneden zakken. Gaan we ook weer 12 herhalingen doen. Oké. We beginnen met 6 rechts voor. Daarna 6 links voor. Goed. Start. 1. 2. 3. Hartstikke goed. U ziet dat mijn rechterknie, dus de voorste knie, die staat recht naar voren. Dat is wat we willen hebben. Dus mooi in de lijn van de voet. Oké, dat was al 6. Wissel van been, linkerbeen voor. En start. 1. 2. Probeer de druk goed te verdelen vanuit het voorste been. Maar ook juist het achterste been gebruiken. Dus zak recht naar beneden. Juist. Oké. Dat was al 12. Hartstikke goed. We doen de oefening zo meteen nog een keer vanuit zijaanzicht. Zodat hij goed kan zien dat ik recht naar beneden zak. Dus we willen niet naar voren. Komt er weer te veel druk op de knie. We willen recht naar beneden zakken. Oké. Neem nog heel eventjes rust. Kijk elkaar een keertje aan. En dan gaan we weer starten. Rechterbeen voor. 1. 2. Mooi borst naar voren. 3. 4. 5. 6. Wissel van kant. Linkerbeen voor. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Als u goed kijkt, ziet u mij ook een klein beetje wiebelen. Dus dat is hartstikke normaal. De balans wordt gelijk meegepakt en ook op de proef gesteld. Hartstikke goed. Schud de benen even los. Dan gaan we zo meteen met de derde set verder. Ben je er alweer klaar voor? Oké dan. Mogen we weer de rechterbeen naar voren zetten. Grote stap. Ja. 3, 2, 1. Start. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wissel van kant. Als het goed is, voelt u de bovenbenen al met name aan de voorkant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Keurig. En dan zit de oefening er al bijna op. Doen we nog één keertje. 6 keer rechts voor en 6 keer links voor. Ik zal het nog een keertje halen. Het is belangrijk dat u recht naar beneden zakt. Dus niet te veel daar. Met verdeeld gewicht over het voorste en het achterste been. Die. Oké. Gaan we. Laatste setje. Rechterbeen voor. Komt ie weer. Ja. 1. 2. 3. 4, 5, 6. Wissel van kant. Linkerbeen. Even naar het zijaanzicht. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oké. Dit was de lunge-oefening. Als het goed is, voorkant, bovenbenen, billen en lage rug. Voelt u die? Hartstikke goed. Hou dit vast. De grondoefening. Met name gericht op core-stabiliteit. Ook een stukje schouder en benen. Ja? U mag zo meteen op handen en knieën op de grond komen zitten. Heel goed. Deze manier. Pak even een handdoekje. Pak even een handdoekje of een matje voor op de grond. En zorg dat u geen last krijgt van de knieën. Dus eventueel een extra handdoekje onder de knieën, zodat die niet te hard op de vloer liggen. Ja? Oké. Beginpositie. Wat we straks gaan doen. We gaan in eerste instantie één been naar achteren duwen. 1. En dan blijft uw rug recht blij. Dus probeer niet te veel de rug mee te draaien. Maar houd de rechte rug daar. Ja? Oké. Dat is de bedoeling. We gaan hem straks 6 keer rechterbeen naar achteren schoppen en 6 keer links. Zodat we weer 12 herhalingen hebben, gaan we 4 setjes doen. Ja? Mocht de oefening te makkelijk zijn, zal ik gedurende de oefening nog wat uitbreiden. Mocht u zeggen van nou, ik vind hem prima zo, dan is het prima. Hoe hoger uw been optilt, hoe lastiger die wordt. Vindt u het lastig om op de grond te klimmen? Op de grond te bewegen en met het opstaan straks, geef niet. Dan mag u gewoon aan de tafel of aan de stoel dit alternatieve oefening doen. Is die. Ja? Mag ook. Dus hij mag op de grond, hij mag ook in stand. Goed. Dan gaan we starten. 6 keer rechterbeen gaan we mee beginnen. 3, 2, 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, wissel. Drie, vier, vijf, zes. Oké, hebben we eventjes rust in de rust. Dan zal ik even een alternatief nog bieden als u de oefening wat te makkelijk vindt. Ja, wordt die gelijk wel een stuk moeilijker, dus let erop. Let op de veiligheid. Dan gaat u tegelijkertijd, als u uw benen achteren doet, ook de hand naar voren steken. Ja? Daar. Daar. Heel. Hoeft niet. Mag wel. Oké, volgende, tweede serie. Zet hem op. 1. 2. 3. 4. 5. 6. En wissel van kant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Goed. En we eventjes rust. In de rust mag u of even gaan zitten of u neemt even wat druk van de knieën af. Goed. Gaan we zo meteen weer starten. De volgende set ga ik weer doen zoals de eerste, dus zonder de handen. Yes? Oké. 3, 2, 1. 1. 3. 4. 5. 6. Wissel van kant. 1. 3. 4. 5, 6. Goed. Dan zijn we alweer bijna bij de laatste serie aangekomen. Naarmate u deze oefening vaker doet, dus eigenlijk met elke oefening zo, hè, ziet u
dat u progressie maakt. En dan bent u misschien wellicht nog nu bezig zonder de handen erbij. Maar als dat straks wat makkelijker gaat te oefenen, dan kunt u kijken of u de hand een heel klein stukje kan optillen. Ja? Om het maar proberen. En dan kunt u vanuit daar gaan uitbouwen naar de volledige strekking. Goed, daar gaan we weer. Laatste setje. Ik doe hem zonder handen. Komt-ie. 1. Recht terug. 2. 3. 4. 5. 6. Wissel van been. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jawel. Hartstikke goed. Oefening zit erop. U bent geslaagd. De balansoefening met een ander voorwerp. Heb ik een balletje meegenomen. Speciaal voor deze training. Maar u thuis mag zelf ook een ander attribuut pakken. En het mag van alles zijn. Het mag een kaars zijn. Het mag een lepeltje zijn. Het mag een balletje zijn. Tennisbal. Noem maar op. Alles is goed. Alles is goed. Goed, zorg dat u genoeg ruimte heeft. Ja? U maakt zo meteen een stapje naar voren. Hoe groter u de stap maakt, hoe moeilijker die wordt. En wat we gaan doen, we gaan onszelf uit balans brengen. Ja? Zo meteen. Beginpositie. Heeft u een lepel of iets in de hand? Is goed. Heeft u een balletje in de hand? Maakt niet uit, kan allemaal. Wat we straks gaan doen, vanuit hier maken we een zo groot mogelijke cirkel. Vandaar de ruimte. Geven we die achter door. En pakken we hem weer op. Ja? Dat is de oefening. Tweede herhaling. Pakken we achterwaarts. Yes? Oké. We beginnen zo meteen. Linkerbeen voor of rechterbeen, wat u wil. Handen gestrekt. En dan mag u mij nadoen. 1. 2. 3. En verrassing. 4. 5. 6. 7. Jawel, er is het weer. 8. 9. 10. Doe het bij de stoel of bij de muur, hè, als u denkt van ik vind het lastig. Of maak de stap wat minder groot. Oké. 12. Zit erop. Eventjes de benen uitstrekken. Schud die voeten even los. Je zit natuurlijk lang in zo'n statische houding. Net het linkerbeen voor gedaan. U raadt het al. We gaan nu starten met het rechterbeen voor. Jo. Heel goed. Nogmaals, hoe groter de stap, hoe moeilijker die wordt. Dus u kunt hem klein ook houden, wordt weer wat makkelijker. Of u vergroot het steunvlak, dus de ruimte tussen de voeten een beetje, wordt weer ook wat makkelijker. Ja? Komt u weer, armen gestrekt. 1. 2. 3. 4. 5. Goed. 6. 7. 8. 9. Hou dat vast. 10. 11. En de laatste. Wat gaan er worden? 12. Heel goed. Dat is het rechterbeen voor. Ja, pak jezelf eventjes, laat u erop voor de volgende herhaling, de volgende set. En als u zover bent, dan gaan we weer starten. Yes, oké dan. 3, 2, en 3, 2, 1. Linkerpas naar voren. U mag een klein beetje door de knieën buigen en dan komt hij weer. 1, 2. 3, 4, 5, kom op, hou dat vast, 6,
7. 8. 9. 10. Nog 2 stuks. 11. Wat gaan er worden? 12. Goed. Oké. We hebben 2 keer linkerbeen gehad, 1 keer rechts. We gaan nog 1 keertje rechterbeen voorwaarts doen. Goed, we pakken hem gelijk door. Pas naar voren. Beginpositie. En daar komt hij. 1. 2. 3. 4. We hebben zo meteen nog een kleine verrassing in petto. 5. Wat heb je gehad? 6. Goed. En daar komt hij. 7. 8. Als het niet lukt, niet erg. Dan beperkt u zich gewoon tot bovenwaarts of voorwaarts, achterwaarts. 10. 11. 12. Juist. Keurig. Dit was de balansoefening met een dubbeltaak. De standing row is de volgende oefening. Gaan we weer 4 keer 12 herhalingen uitvoeren. En de oefening is met name gericht op een stukje core-stabiliteit. Die heeft u nodig bij het wandelen, bij het fietsen, bij het rechtop staan. Om goed die houding te kunnen waarborgen. En hij is met name bedoeld ook voor de rugspieren, dus tussen de schouderbladen. Pak een gewichtje vast. Als je zegt, van, nou, ik doe het zonder, ook goed. En probeer eventjes een steun te zoeken waar u op kan leunen. Ja? Belangrijk bij deze oefening is dat de rug mooi recht is. Dus niet die, maar daar. Borstbeen naar voren, schouderblad naar achteren. Oké, gaan we zo meteen weer starten. Doen we eerst 6 keer rechterarm, daarna 6 keer linkerarm. Yes? Heel goed, daar komt ie. Linkerbeen voor, als u met rechts bezig bent. Oké, we maken een soort zaagbeweging. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, wissel van kant. Linkerkant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel goed. Eerste 12 gehad. U mag proberen bij de oefening dat u niet te veel naar voren gaat zagen, zoals het echte zagen gebeurt. Maar probeer hem echt naar beneden te houden, dat gewicht. En vanuit daar omhoog. Oké. Geniet nog even van uw rust. We gaan zo meteen weer starten met de tweede ronde. Yes. Heel goed. Let op de rechte rug. Kijk een beetje naar voren en zaag naar beneden. 1. 3. 4. 5. 6. Keurig. Wissel van kant. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke goed. Nou, dan hebben we eventjes pauze. Kom maar even op adem. Kom op krachten. En dan gaan we zo meteen naar oefening nummer 3. Setje nummer 3. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hartstikke goed. Pep elkaar nog een keertje op. En dan komt hij weer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wissel van kant. Rug recht. Schouderbladen naar achteren, borst naar voren. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Oké dan. Hartstikke goed. Als het goed is, hè, als u in die houding staat, dan voelt u ook al een klein beetje dat de benen aan het werk moeten worden gezet om die houding waar te borgen. Juist. Oké, dan gaan we nog één keertje van start. Laat de zaag hangen, het gewicht. En dan komt hij weer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Juist. Andere kant. Goed, eerst de houding opzoeken. Ja. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oké. Dit is dus de standing row voor de core-stabiliteit en met name voor de spieren in de rug en tussen de schouderbladen. Hartstikke goed. En dan zijn we aangekomen bij de cooling down. Dus dat betekent dat we net de warming up hebben gehad. We hebben net een aantal krachtoefeningen gehad gericht op de armen, benen en de rug. En eventueel hebben we zelfs wat balansoefeningetjes gedaan. Als dat niet zo is, dan kijkt u de volgende training natuurlijk weer. En dan zijn we nu aangekomen, dus wat ik zei, bij de cooling down. Bij de cooling down gaan we rustig eventjes wat strekken, langzame bewegingen maken en de boel wat oprekken. Zodat u nog eventjes kan genieten van de dag. Ja? Goed. We gaan zo meteen een langzame beweging maken vanuit het bovenlichaam. En dan mag u eventjes hop, draaien. Daar. Dus de heupen laat u staan. Hop. Maak de beweging langzaam af. Keurig. Heel goed. Eén keer links, één keer rechts. Het gaat erom dat u de beweging mooi afmaakt en nu zich lang maakt. Dus rek nog eventjes uit. Daar zo. Hop. Hop. Goed. Dan gaan we ons even lang maken. Strek u helemaal uit. U mag zelfs eventjes op de tenen gaan staan. En laat u dan langzaam zakken. Weer op. Strek u uit. U mag even op de tenen staan. En laat u weer langzaam zakken. Goed. Twee keer. Op. En langzaam zakken. Een soort ski springen. En langzaam zakken. Juist. Heel goed. Kijken of het lukt. Zoek anders even een steuntje. De bovenbenen. Ja. Andere kant. Dan zijn we bijna bij het einde aangekomen. Neem zo meteen even goed een flinke slok water. Vul een glas. Dan kunnen de afvalstoffen die zijn vrijgekomen bij de krachttraining kunnen goed worden afgevoerd. Juist. Dus voor de schouders deze. Hè? Dus trek uw arm recht vooruit. Laat hem voor u langs gaan en trek hem dan nog eventjes wat verder. Dus voelt hem hier aan de achterkant, zijkant van de schouders. Yes. Hetzelfde voor de andere kant. Wat een hele mooie aanvulling is op het krachttrainen. Is om vanuit de voeding wat extra eiwitten te eten. Zodat alles wat u nu opbouwt met de krachttraining, dat het ook wordt bijgezet door de voeding. Denk daarbij aan een eitje, denk daarbij aan kwark, yoghurt, een stukje vis, een stukje vlees als u daarvan houdt. Oké, goed. Schud de armen nog eventjes uit. En dan wil ik u bedanken. Dit was weer een aflevering van Lingenwaard Fit. En wellicht tot de volgende keer. In ieder geval voor nu, hard gewerkt. En hou dat vast. Ga lekker naar buiten. Tot ziens.